wij vinden het belangrijk om aan de kaak te stellen wat jagers doen. En wat er met die dieren gebeurt. Wij willen ook de jagers niet meer centraal stellen. Wij willen centraal stellen wat er met dieren gebeurt en hoe dieren lijden onder de jacht. Ja. En daarom hebben we beelden van dieren nodig, niet van jagers. Jagers zijn de enige groep burgers in Nederland die een wapen mogen dragen zonder dat daar een professioneel oogpunt aan vast zit. Dat betekent dat ze extra bedreigend zijn voor mensen. En ze hebben die geweren ook wel eens gebruikt om mensen te bedreigen. Meneer Alfrink. Ja, dit is een beetje onzin. Wat er nu gezegd wordt is een beetje onzin. Ik ben een buitenmens en ik weet gewoon dat het zo is dat op een bepaald moment dat dieren doodgaan. En dat ze dan opgegeten worden. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Natuurlijk is het zo dat op een bepaald moment dieren doodgaan. Ik denk niet dat daar vroegtijdig een einde aan gemaakt hoeft te worden door jagers. Bovendien is het niet zo dat we het alleen hebben over de dieren die doodgeschoten worden door jagers. Er wordt nog eens een enorm aantal dieren jaarlijks aangeschoten door jagers. Ik wil graag hebben dat ze morgen mee gaat jagen. Want dan ziet ze dat als er ooit iets aangeschoten zou worden, dat de hond gelijk dat beest pakt. Ja, en dat het beest binnen is. Dat zijn de regels, maar zo gaat het niet in de praktijk.